Er is een hele trend gaande dat outside sales natuurlijk naar binnen is gegaan. Ja. Überhaupt door COVID, hè, kon je niet naar buiten. Ja. Maar dat zie je nu ook terug op de werkvloer, dat bedrijven dat gewoon aan het afschalen zijn. Welkom bij Salesbazen, de podcast over sales en sales management. In 2020 begonnen we met het opnemen van gesprekken met onze klanten en relaties. Tegenwoordig interviewen we mensen uit de top van de commerciële wereld in Nederland. Er ontstaat een community van sales professionals die elkaar helpen om beter te worden in dit fantastische vak. We interviewen wekelijks nieuwe gasten, zodat ook jij elke week een stukje dichter bij de waarheid komt. Ken jij een salesbaas of ben je er zelf een? Stuur dan een e-mail naar redactie@salesbazen.com. Mijn naam is Jozef Stevens. Hou je handen aan het stuur en geniet van ruim 30 minuten aan kennis en kunde van de mensen die deze podcast mogelijk maken. Salesbazen. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de podcast van Salesbazen. Dit is een hele interessante aflevering, want tot nu toe heb ik steeds één gast aan tafel gehad. Maar vandaag zijn er twee. Yeah. Het zijn Judith de Witte van Type 2 Solutions. En zij zitten in de data-analyse hoek. En Kees Martijn Segaar van Sales Mentor. En jullie doen sales coaching. En normaal interview ik commercieel directeuren. Yeah. Maar vandaag heb ik brandsgenoten. Een marketeer, een salescoach. En we gaan dus even over het vak praten. En het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken is, en daar zit ik gewoon zelf natuurlijk mee. We maken content, maar yeah, welke content heeft de salesgemeenschap eigenlijk nodig? En hoe kan je ze het beste bedienen als organisatie die zich richt op het helpen en het bij elkaar brengen van salesidioten? Zoiets. Maar ja, laten we eerst even beginnen met een voorstelrondje. Begin ik even bij jou, Kees Martijn. Ja, dankjewel, Jozef. Kees Martijn Segaar, oprichter van Sales Mentor. We hebben een sales mentoring platform waarbij we data gedreven salesgesprekken analyseren voor salesteams. En dat doen we met een flexibele pool van salesmentoren. Eind dit jaar zitten we met 70 mentoren. We doen dat in verschillende talen. Dus nu ondertussen in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Turks, Hebreeuws, Grieks, Deens en meer talen volgen. My goodness. Ja, ja. Wat een operatie. Erg gaaf. Ja. En, het is daadgedreven, het is structureel. En we hebben een programma eigenlijk wat we implementeren bij bedrijven om een structurele, schaalbare coachingscultuur en structuur binnen een organisatie te borgen. Ja. En daarna kunnen ze ons on-demand nog inhuren. Ja, nou, mooi om te horen. Ja. We hadden het daar in de lobby natuurlijk al over. Ja. Ik vind coaching belangrijk natuurlijk als onderdeel van het ontwikkelen van mensen. Dus ik ben zelf een trainer en ik coach ook. Alleen dat coachen, dat is zo'n ander vak dat je eigenlijk andere mensen ook voor in moet zetten. Ja. Alleen dat is vaak niet schaalbaar. En volgens mij hebben jullie daar een mooie oplossing voor. Die formule zijn we nu aan het kraken. Mooi. Ja. En Judith, wij kennen elkaar van een hele lange tijd geleden. We hebben samen ook bij Veeman gewerkt. Welkom in de podcast. Dankjewel. Wat doet Type 2 Solutions eigenlijk? Nou, de naam zegt het al, denk ik. Wij leveren oplossingen, softwareoplossingen. Ook wij werken data-gedreven. En ik ben verantwoordelijk voor de sales en marketing bij Type 2 Solutions. En wij leveren oplossingen om data te integreren, data te migreren, data te optimaliseren. En dat kan zijn binnen je bedrijf. Dus als je verschillende systemen met elkaar wil laten praten. En daar vervolgens slimme dingen met die data wil doen. En dat kan zijn in de vorm van rapportages of andere zaken. Mm-hmm. En wij helpen ook bedrijven om software waarmee ze data kunnen uitwisselen in de keten.
En dan heb je het met name over zeg maar, het logistieke traject. Dus het uitwisselen van orders, facturen, pakbonnen. En ook fysiek de ouderwetse barcode. Alhoewel die heel erg nieuwerwets is. Want als je ziet waar de barcode allemaal wordt toegepast. Mm-hmm. Maar ook de barcode is natuurlijk een datadrager. Mm-hmm, ja. En ja. Ja, het belangrijkste bij alles wat wij doen is dat de data die je gebruikt, dat die betrouwbaar is. Ja, ja. Data, artificial intelligence. Ik heb jou al een klein beetje geprimed. Ik denk, hey, doen zij ook iets met het analyseren van CRM-gegevens? En kunnen ze daar misschien intelligente acties uithalen waardoor de verkoper getriggerd wordt en eigenlijk niet meer hoeft te zoeken in zijn CRM, maar gewoon zijn dagelijke portie calls al voorgeschoteld te krijgen? Of ga ik dan te ver? Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar ja, je hebt altijd toch mensen nodig die die data kunnen interpreteren. Want je kan natuurlijk heel veel regels schrijven en automatiseren. Ja. En wij hebben wel software waarmee je bijvoorbeeld je CRM-data op orde houdt. Ja. Dus dat je het continu monitort en ja, continu, ja, als je een adres invoert bij wijze van spreken en er is iets mis, krijg je een rood lichtje van het is niet goed. Ja. Hè, corrigeer het adres. Ja. Maar het gevaar is natuurlijk dat als je heel veel automatiseert, dat ja, het kan ook negatief uitpakken. He, dat is, nou, dat de software bijvoorbeeld bepaalde leads zegt dat die niet juist zijn. Terwijl als een mens daarnaar kijkt, daar wellicht toch een positieve lead in zit. Ja, dus we worden nog niet gebeld door robots. Bij ons niet in ieder geval. Nou, zeg Kees Martijn. Nou, in Amerika is dat eigenlijk helemaal niet zo gek. Daar heb je call robots. Ja, dat klopt. In Nederland is het volgens mij zelfs niet toegestaan. Maar in Amerika gebeurt dat wel. Op grote schaal zelfs. Bij de verkiezingen worden call robots ingezet mensen te triggeren. Ja. Dat is wat toch. Ja. Ik kreeg laatst we hebben een WhatsApp groep. En daar was iemand ingekomen uit Canada. En toen kreeg ik een pitch. Hey, hoe gaat het? En hoe gaat het met COVID? En ik denk, interessant. Ja, we zitten in de crypto en ik ben helemaal rijk geworden van de bla bla bla, weet je. Ik denk, oké. Maar heb ik nu met een mens geappt of zit daar gewoon een chatbot achter, dacht ik toen. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Ja, okay. Nou, die steeds geavanceerder. Ja, zeker. Dan moeten we eigenlijk het onderwerp een beetje aansnijden. Hè? Ja. Ik vind het een spannend onderwerp. We kijken over salesproces en hoe je sales doet. Nou ja, daar hebben we al heel veel gesprekken over gevoerd. Ja. Maar dit is een vraag die voor mij ook nog open ligt. En we zijn bezig met het verbinden van de community. Dus mensen die ik getraind heb, mensen die opdrachtgevers, mensen die geïnteresseerd zijn. Ik schrijf ook graag stukjes en whitepapers, die wil ik ook delen. Dus bij mij rijst de vraag van ja, hoe kun je dat nou doen zodat de hele sales community daar baat bij heeft? En ja. Kijk ik even jou diep in de ogen. Kijk, de sales community is natuurlijk een vrij grote community natuurlijk, hè, met veel differentiatie erin. En ik denk, welke rol zit je als sales? Ben je een SDR, ben je een AE of zit je in een andere rol, zit je in een leadership rol? Ja. En iedereen is op zoek naar zijn eigen informatie of voor zijn team of voor jezelf, voor een stukje zelfontwikkeling. Ja. En er is zoveel informatie eigenlijk op internet. Ja. Hè? Dus er is ook wel een stukje information overload. Hè? Je krijgt heel veel prikkels vanuit LinkedIn, vanuit Instagram, Facebook, hè? Waar de jongere generatie natuurlijk wat meer op zit. Ja. En welke informatie pak je dan? En welke kan ik nou gebruiken voor mijn vakgebied? Ja. En ik noem het ook vakgebied, omdat vaak sales nog niet als een echt vak gezien wordt. Terwijl dat echt wel zo is. Ja. Het is echt een craftsmanship. Je ontwikkelt jezelf tot een bepaald niveau en dan ga je weer verder. En die inhoudelijkheid en die journey, zeg maar, hoe je jezelf ontwikkelt, dat is een hele interessante vraag. Van, ik ben SDR, zo kom ik binnen. Dat is eigenlijk een soort startersfunctie. Mm-hmm. Nou, dan wil ik ook de informatie rondom dat spectrum. Dus wat jij zegt, Kees Martijn, is dat het op maat moet zijn bijna. Heel specifiek gericht op elk individuele persoon of bepaalde soorten rollen. Functie en wellicht ook nog wel zelfs industrie. Kijk eens aan. En dan ga ik even naar Judith. Want jij bent echt een ervaren marketeer. Hoe kijk je daar naartoe vanuit de messaging en ja, hoe kun je dat bundelen? Want je kunt niet één op één mensen gaan coachen, waar eigenlijk Kees Martijn naar neigt. Maar hoe zou je dat kunnen segmenteren dan?
Doe eens een voorstel. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het ook wel afhangt, maar goed, ik weet niet of je het daarmee eens bent, van de branche ook waar je werkzaam in bent, denk ik. Zeker. Ik denk dat dat ook wel heel bepalend is. Ja. Dus ja, als je het over segmenteren hebt, kijk je natuurlijk naar je doelgroep en de doelen daarvan. Ja, en ik denk dat je daar als eerste mee moet beginnen. Maar ja, het blijft natuurlijk heel lastig, wat Kees Martijn zegt. Er is zoveel informatie. Ja. Dus hoe filter je dat? En wat spreekt je doelgroep aan? En welk medium gebruiken ze dan? Ja, dat is een andere. Hè? De inhoud van de boodschap. Wat spreekt je doelgroep aan? Waar ik soms tegenaan loop, dat ik denk van... Hey, dit is heel belangrijk voor salesmensen om te weten. Jouw ogen lichten op. En dan schrijf ik het. Ik denk, ja, dit is goud. En dan kijken er 2 of 3 mensen naar en denken, ja, boeien. Ja. Dus, en maar als je dan een post plaatst met een of andere... Een kat die zo doet. Met een kat die zo doet. Een paar duizend likes. Ja. Ik heb mijn varianten daarvan, maar daar komt het wel op neer. Een mooi tegeltje, een mooi spreukje of een discussie oproepen. Maar mensen houden van persoonlijke communicatie. Hoe persoonlijker, hoe meer interactie. Ja, ik denk dat... Denk ik. En zet je, wat ik ook heel veel zie, is gebruik maken van video's. Ja, ik weet niet of je de tool Loom kent... Loomen. Zeker. Ja, dat is een hele gave tool. Een hele korte videotool. Waar je heel makkelijk een videoboodschap op kan nemen. Ja. En wij zetten dat bijvoorbeeld in. Wij gebruiken Quiller voor de offertes. Dat is een hele mooie tool om je maakt een soort website van je offerte. Mm-hmm. Ja, en als je dat combineert met een Loom-videootje. Beste Jozef, bij deze, leuk je gesproken te hebben. Bij deze stuur ik je een offerte toe. Ja. En dan, als we het over data hebben en AI. Zodra jij hem opent, zie ik in Quiller van... Hey, Jozef heeft hem geopend. Ik zie precies wat je hebt gelezen, hoe lang je hebt gelezen. Mm. Ja, en daar kan je natuurlijk als sales perfect op acteren. En ook als marketeer natuurlijk. Ja, ja, en als je hem omdraait, als je zegt van... Ik wil eigenlijk meer waarde bieden dan alleen maar aan mijn eigen klanten. Ik wil... andere salesmensen van hetzelfde materiaal laten profiteren. Ja. En dat geef ik dan gratis weg. Maar het moet wel bij ze komen. Ja. Dan zou die individuele aanpak... Je zou er een persoonlijke boodschap bij moeten... Dat maakt een library eigenlijk. Hè? En soms kun je dingen reuse en soms niet. Ja, maar. Ja dat is interessant. En mooie conclusie. Ja. Ik ben daar eigenlijk even stil van. Daar had ik niet zo naar gekeken. Want ik denk meer naar de massa. Ik denk, bij elkaar brengen, events organiseren, gezamenlijke streams, cast. Maar die individuele individualisering is wel maar het is natuurlijk de combinatie van alles. Hmm. Tenminste, ik denk dat de kracht van marketing en sales, ik denk dat die heel krachtig is als die heel goed samenwerken. Hmm. En wat je inzet is een combinatie van online en offline. Ja. Wat zouden salesmensen elkaar op willen zoeken als een soort huisvrouwenclub? Ja, ik overdrijf nu. Ik denk het wel, maar ik weet niet. Ben jij het daarmee eens? Nou, weet ik niet. Ik denk dat er namelijk heel veel mensen zijn, communities zijn. Ik denk dat je heel graag met gelijkgestemden in een groep wil zitten. Dus binnen, als het de groep sales is, is het te breed. Ja. Wat je ziet is dat je van die Discord groups hebt. Van SDR's bijvoorbeeld, maar ook van de AE's. Ja. Die weer specifiek bijvoorbeeld in SaaS-industrie zitten. Ja. Ja. En die praten over, hoe kun je dan heel snel die leads binnenkrijgen? Hoe kan je die converteren? En dan heb je peer-to-peer reviews, peer-to-peer comments. Ja. Ja. Ze delen allerlei voorbeelden met elkaar. Ja. En die groepen, die leren eigenlijk onderling al met elkaar. Ja. Dus de trainers, die mengen zich daar ook nog wel in. Ja. Maar eigenlijk zijn het de mensen die daadwerkelijk met een poot in de modder staan. Die elkaar aan het coachen en het trainen zijn. Ja. En dat is wel een trend die gaande is. En dat is wel echt mooi om te zien. Ja, jij noemt Discord. Want ik heb zelf een abonnement genomen op Mighty Networks. Dat is ook een social platform. En daar zit jij ook in, Judith. Klopt. Alleen, daar komt nog niet echt iets uit. Misschien omdat er niet voldoende content in zit. Of omdat mensen het niet weten. Wij zitten in de testfase nu. Mm-hmm. Maar als ik jou zo hoor, dan moet je niet denken aan de sales community als
een hele grote groep, maar als een verzameling kleine groepen met een gemeenschappelijke interesse. Ja. Met een topic. Ja, ja. Exact. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb ooit in zo'n netwerk gezeten van sales managers of sales directeuren. En dat werkt wel. En hoe werkt dat dan? Ja, je kwam bij elkaar met een netwerklunch en dan was dus ook een coach trainer bij. En dan was een concreet onderwerp waar je met elkaar over in gesprek ging. Bijvoorbeeld de impact van COVID, noem maar even iets. Ja. Of je bent nu je plannen aan het maken voor volgend jaar. Wat voor innovaties neem je mee? Of tooling. Want ik denk dat die combinatie, want je noemde net Mighty Networks. Ik denk dat ook mee te maken heb dat we elkaar nog niet echt kennen. Ja. Je hebt ook een bepaalde verbinding nodig en een bepaald vertrouwen om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Ja. En dat ontbreekt er denk ik nog aan. Ja, want het bezwaar wat ik vaak hoor van dan moet ik een nieuwe app installeren. Maar ik denk maar als het je waard is, dan is die moeite niet zo heel groot. Maar de verkoop is natuurlijk ook dat de waarde van een actie groter is dan de investering die je moet doen. Dat is denk ik precies het issue, dat de waarde zien we nog niet. Dus je moet eerst nemen we die stap nog niet. Eerst mensen verbinden zoals wij doen. Dat was ook wat jij zegt, die lunch met een topic. Dat wilde ik doen met de talkshow. Hè, salesbazen, een onderwerp op tafel. Vier mensen bij elkaar en praten. Ja. Dus wat dat betreft, maar het moet dus niet digitaal blijven, blijkbaar. Of in ieder geval niet algemeen. Nee, in ieder geval niet algemeen, denk ik. En of je nou digitaal doet of on-premise. Hè? Dus gewoon met een live. Live. Hè? Live hè? Je zit toch een beetje in die IT-taal te praten. Maar ik denk dat beide kanten, zeg maar. Hè? Anders krijgen we al die vervelende woorden als hybride weer. Maar, maar dat je, als je het combineert, is denk ik heel krachtig. Hè? Ja. Dus dat je elkaar met een borrel kan ontmoeten, met een topic, wat Judith absoluut zegt. Ja. En dan een leuke trainer erbij die energiek iets komt vertellen over een spreker. Ja. Met een echt interessant onderwerp van een uur. En daarna is het gewoon netwerken en elkaar leren kennen. Ja. En dan in zo'n groep. Precies. Dan, en die groep exclusief houden en klein. Ja. Daar geloof ik heel erg in. En niet dat je met 500 man erin zit. Want hoe leer je 500 man kennen? Nee, dat is niet te doen. Nee. Dan kan je elkaar ook niet reviewen. Dan krijg je geen vertrouwen. Ja. Als je met 30 man in een groep zit, dan ken je ze alle 30. Ja. Je leert ze herkennen. Ja. En dan is er ook mogelijkheid tot informatieuitwisseling. Dan denk ik dat je echt waarde creëert met elkaar. Ja, absoluut. Ja. Wauw. Dus dat persoonlijke is de sleutel van wat mij betreft. Persoonlijk, specifiek, aandacht voor wat ze nodig hebben. En klein. En klein, ja. Ja, behapbaar. Ja, ja. Ja. En in de wandelgangen heb ik gezegd van ik heb tot nu toe niet samengewerkt met andere trainingsbureaus. Maar ik heb dat gevoel wel dat ik dat wil doen. Mm-hmm. Maar dat is volgens mij ook niet echt not done. Want als je met elkaar gaat paaien of paren, weet ik zeg je dat. Dan ontstaat er altijd zoiets van, maar we zijn concurrenten. Dat gevoel heb ik vanuit mezelf niet. Ik wil graag partijen bij elkaar brengen ook. Ja. En al die commercieel directeuren die steunen mij ook weer. Mm-hmm. Dus ik geniet wel van die samenwerking. Maar kijk even jou in de ogen, Kees Martijn. Kun je een groep sales trainingsbureaus bij elkaar brengen? Dan zeg ik het even een beetje uitdaging. Toch? Ja, het kan. Mits mensen bereid zijn om naar een gezamenlijk belang te kijken. En dat is natuurlijk de grootste moeilijkheid waar je tegenaan zal lopen. Want de energy flows where the money goes. Ja. Dat is en blijft toch. Iedereen kijkt naar zijn eigen belangen. Wat wordt mijn aandeel in een project? Ja. Hoe sta ik er dan in en hoe kom ik er het beste uit? Ja. En als je met elkaar kijkt wie dan de opdrachtnemer is of de opdrachtgever is, die verhoudingen, die zijn altijd wel lastig te managen. Dus daar moet je een goed model voor vinden, denk ik. En mensen bereid vinden om concessies te doen. Want iedereen zal iets van water bij de wijn moeten doen. Ja. Iedereen wil wat verdienen. Dus iedereen moet ook wat in het tarief wat doen of iets anders. Ja.
De een heeft een bepaald specialisme, maar je het overlapt over je met de ander een beetje. Ja. Dus hoe kan je dan allemaal al die kleine onderdeeltjes waar jij heel specifiek heel goed is, bij elkaar bundelen en dan een heel krachtig voorstel naar een klant maken. Ja. En dan ook nog alle kikkers in dezelfde emmer houden. Dat is een best complex verhaal. Ja. Ik denk dat dat op dat niveau bijna niet te realiseren is. Maar wel als je een programma maakt. Ik bekijk het wat minder zakelijk. Dus ja. Dat je ook als trainers met elkaar kan een soort groep maken van peer review. En wat je net zei, van ja, dat je een community hebt van hey, hoe pak jij dat nou aan? Zeker. Ik denk dat, dat ik daar meer aan denk. Ja. Collega trainers onder elkaar, ja. Het zou kunnen werken inderdaad. Als iedereen zich toch op een of andere manier openstelt. Ja. En ook informatie durft te delen. Precies. Ja. 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 En er zijn natuurlijk heel veel trainers in de markt. En iedereen die heeft die methodiek, die heeft die methodiek. Erretje daar, erretje hier. Ja. Allemaal heel plausibel, hè? Want dat is ook goed. Zo kan je jezelf vermarkten en branden. Ja. Maar iedereen denkt toch, ja, dit is mijn domein en zo probeer ik mij te onderscheiden. Ja. En waarom moet ik jou wijzer maken dan de rest? Ja, klopt. En dat het gevoel was ik in van begin vijandigheid. Dat, merk jij dat? Ja, dat is er wel. Dat mensen dat toch wel voelen. Van je moet niet aan mijn business komen, zeg maar. Zo voelt dat dan. Ja. En, ik moet wel zeggen dat ik bijvoorbeeld... Ik weet niet hoe ik met hem in contact kwam. Harro Willemsen, van Par 5 methode. Daar heb ik anderhalf uur mee zitten zoomen of skypen, wat het dan ook was. En dat voelde goed. Dus er zijn ook wel verschillende soorten sales trainers. Met name de wat ervaren sales trainers. Die staan veel meer open. En die hebben ook zelf nog wel die behoefte aan sparringspartners op dat gebied. Dus ik denk... Bij sommige mensen heb ik zoiets van, kom erbij, weet je wel. Ja. Bijvoorbeeld Darminder Bihari, die heeft een bedrijf dat heet Bizmodel. Mm-hmm. Ja, ik denk, en hij heeft mij opgebeld. Hij zegt, ja, je podcast klinkt zo kloten. Ik zeg, die geluid is echt ruk. Ik zeg, man, wat bemoei je mee? En toen kwamen we in gesprek en toen bleken we heel veel gemeenschappelijke interesses te hebben. Ja. En zo, daar is een soort vriendschap uit ontstaan. En nu helpen we elkaar. Dat is op persoonlijk niveau. Dus dat is echt verschillend per trainer, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Je kan niet alles overeenkomst scheren, natuurlijk. Maar... Ik ga een klein sprongetje maken naar een ander onderwerp. Dat vind ik altijd moeilijk. Maar het heeft te maken met content. Dus we hebben het gehad over wie spreek je aan en waarom zouden ze aansluiten. Maar wat zou je nou inhoudelijk moeten bieden om ook hun ontwikkeling en interesses goed te kunnen invullen? Maar ik ga er even vanuit dat we alle YouTube-filmpjes al een keer gezien hebben. En al die boeken en alles. Maar er ontstaat een nieuwe salescultuur waar ook nieuwe informatie voor nodig is. Waar denken jullie dan aan, Judith? Het kan natuurlijk heel divers zijn. Het kan van tooling zijn tot echt inhoudelijke kennis. Ik sprak net Umer, wel bekend. Ja, ja. Een van de salestoppers van Veeman, nu bij Kyocera. Ja, klopt. En die gaf aan dat zij hebben heel veel data nodig, de huidige sales... om een business case te kunnen maken. Dus een bedrijf, natuurlijk gaat het om vertrouwen... maar ze willen ook een soort zekerheid hebben van... Oké, als ik dit bij jou ga afnemen... Ja. Dan levert mij dit ook echt dit op. Bewijs. Dus, bewijs, ja. En één is natuurlijk dat bewijs vinden en lezen... maar vervolgens moet je daar natuurlijk ook nog kunnen vertalen. Ja. Dus ik denk dat je ook wel enige IT-kennis nodig hebt als sales tegenwoordig... om ook met Excel iets te kunnen doen of andere... Ik hoor jou lachen. Ja, nee, dat is zo. Alle tooling die er nu is... ik denk dat sommige salespersonen met 5, 6... gewoon tools, hè, dan hebben we het over SaaS-tools, al werken. Klopt, ja. En dan heb je nog niet over de basics van Excel, Word en andere. Nee, zaken. Precies. Ja. Oké, dus we hebben ook nog informatie over Excel en Word nodig. Nou ja, maar dat kan, hè? Ja. Zo heb ik er nog niet naar gekeken. Draaitabelletjes moet maken, hoe je data moet ontsluiten. Precies. Hele kleine tutorials. En ik denk ook dat je moet daar ook voor openstaan. Om nieuwe dingen uit te gaan proberen. Want er is zoveel moois op de markt qua tooling. Nou, ik noemde net al Quiller en Loom. Wij gebruiken ook Lead Info. Ik weet niet of jullie Lead Info kennen. Ja,
Ja, heel waardevol. Dus dan kan je zien wie er op je site komt, hoe lang ze bepaalde pagina's bekijken, wat hun gedrag is. Ja, daar kan je zoveel uit leren, daar kan je zoveel mee doen. En dat is ook weer mooi te ontsluiten via een groepje. Ja. Als je een groepje hebt met een specifiek hetzelfde type sales, die kunnen elkaar ook zeggen, oh, ik ben laatst dit tegengekomen. Of ik heb dit nu dit geprobeerd. Heb je de nieuwe knop op LinkedIn al gezien? Ja, ja, want dan stem je de tooling eigenlijk weer af op die specifieke groep. Precies. Ja, ja. 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 AI gebruikt misschien een hele andere tooling set. Niet helemaal anders, maar een SDR gebruikt veel meer prospecting tools. Ja, je moet de juiste adressen hebben, je moet snel telefoonnummers. Hè. Lucia bijvoorbeeld, integratie, kan je snel telefoonnummers mee binnenhalen via LinkedIn. Ja. Nou, al dat soort integraties kan je natuurlijk gebruiken. Met één keer druk op de knop een LinkedIn profiel in je CRM zetten. Ja. Nou ja, dat soort dingen werken. Maar ik denk dat voor heel veel bedrijven dat ze dat nog niet weten of niet gebruiken. Nee. Omdat, ik denk, die zitten wellicht, de grotere bedrijven hebben natuurlijk vaste processen. De vraag is of de sales dat voor elkaar kan krijgen. Want je bent natuurlijk wel afhankelijk van de beslissingen die in management genomen worden. Ja. Ja. Nou, niet altijd, want heel veel mensen hebben bijvoorbeeld Sales Navigator, maar van LinkedIn. Ja. Maar die weten niet hoe ze het moeten gebruiken. En, dus de baas heeft het aangeschaft, maar alle tips en tricks, die kun je van je collega's misschien wel leren. Ja, ja, dat klopt. Of van een platform wat dat dan beschikbaar stelt. Ja, of van podcast. Je hebt ook heel veel podcasts die daar over... Ja. Ja, ja. Ja, tot nu toe hebben we de geheimen van sales besproken. Het geheim van sales management. Maar je zou eigenlijk bijna ook moeten zeggen het geheim van je veten strikken. Of het geheim van nummers zoeken via scrapers. Maar ik denk van die praktische, korte dingetjes waarmee je eigenlijk één ding per dag bij wijze van spreken leert. Ja. In plaats van dat je 10 dingen over LinkedIn gaat leren. Ja. Want dat onthoud je helemaal niet. Ja. Nee. Ja. Ja, dus doe één ding. Wat echt enorm waardevol is. Ja. En dan toepassen. Gelijk toepassen, precies. Ja. Dat is de crux inderdaad. Ja, ja, maar dan weet je. Wat vinden jullie ervan als we... Kijk, ik doe hetzelfde als iedereen. Ik lees boeken en ik kijk op websites en YouTube en op Twitter en noem maar op. En ik heb daar wat meer tijd voor dan de gemiddelde verkoper. Dus dan kun je ze helpen. Maar hoe mooi zou het zijn als je dan de mensen die jou volgen of kennen zegt van... Hey, heb jij nog een tip? Stuur hem naar onze redactie. Dan kunnen wij ze verzamelen, mooi maken en weer terugsturen aan die gemeenschap. Ja, dat kan altijd. Ja. Ik bedoel, dan heb je gewoon een Q&A of een AMA met mensen. Ja. Ask me anything. Ja. En wij geven wel het antwoord. Ja. Ja. Dan moet je in die manier ga je facilitator worden. Ja, ja. Ja. De vraag is, ik vind dat mooi. Ik ben er een beetje ingerold sinds we begonnen zijn met het maken van media. Ja. Maar ik geniet daar wel van. Ja. En ik train mensen, maar kijk, ik train 10 bedrijven per jaar ongeveer. Mm. Maar soms wil je gewoon met andere mensen praten ook. En dat andere mensen ook kunnen profiteren. Niet om voor de marketing alleen, maar ook gewoon toch wel voor je brand of voor het gevoel dat je iets bijdraagt aan de wereld. Ja. En dus feitelijk ben ik op zoek naar het multipliceren van mezelf, als dat een woord is. Jezelf opschalen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mooi. Dat is wat ik wilde weten. Ik ben heel blij met het resultaat. Ook de manier waarop we erover praten met z'n drieën. En ook de content die dan nu weer is ontstaan. Ja. Missen jullie nog onderdelen van je zeggen van, hey, daar wil ik het ook nog over hebben? Nou, ik denk dat de saleswereld echt gigaant veranderd is. En dat sommige bedrijven daar best nog wel in achterblijven, zeg maar. Die versnelling is, digitale versnelling is echt enorm op dit moment. Als je kijkt naar CRM, tooling en ontwikkeling. Maar ook de manier waarop je sales moet doen. En er is een hele trend gaande dat outside sales natuurlijk naar binnen is gegaan. Ja. Überhaupt door COVID, hè, kon je niet naar buiten. Ja. Maar dat zie je nu ook terug op de werkvloer. Dat bedrijven dat gewoon aan het afschalen zijn. Ja. Dus field sales functies zullen gewoon schaarser worden. En alleen in noodzakelijke gevallen moet je nog naar klanten toe. Ja. En de manier van verkopen, remote verkopen, is echt wel anders dan dat je hier met elkaar aan tafel zit. En die skillset, dat is een enorme klus om daar eigenlijk iedereen op in te trainen.
En daar denk ik heel veel bedrijven in die transitie nog best wel veel moeite. Ja. Want dat gesprek dat je hebt op een camera, hoe je zit, hoe je praat, hoe je het gesprek voert, hoe je mensen betrekt. Ja. Er kunnen 2 mensen tegen, misschien wel 4 mensen in een gesprek zitten. Hoe is de dynamiek van dat gesprek? Als je aan tafel zit, kan je dat op een andere manier managen. Ja. Ja, wij doen ook bewust dat oefenen. Ja. He, dus onderling, dat met mijn sales, van oké, we doen een call, geef maar een demo van het product. En dan bekijk ik en evalueer en coach ik dat gesprek. En dus jij coacht jullie salesmensen? Voor de online sales. Ja, mooi. Ja. Dat is mooi om te zien. Ja. Klopt hoor. Ik ben er zelf ook een beetje mee aan het experimenteren. Want een training op dat gebied vind ik wat zwaar. Maar je moet wel oefenen. Je hebt sparringspartners nodig. Klopt. Ja. En soms een coach. Ja. Nou. Ja. Dat is precies wat wij doen. Ik leg hem even voor je neer. Maar serieus, beoordelen. Dat is, letterlijk, doen jullie coaching op dat gebied? Hoe werkt dat bij jullie? Ja, dat nemen wij mee in onze coaching. Ja, dus wij alle, jullie coachen remote. Dus raken al bekend met online communicatie. Ja. Maar leren jullie mensen ook hoe ze voor een camera moeten zitten? En welke lampjes ze moeten gebruiken? Welke lampjes ze moeten gebruiken. Ja. Heel veel mensen werken vanuit huis. Dus die hebben geen professionele set zitten. Dus dat is misschien ook wel geen budget voor. Dus ik denk dat is meer een technical thing. Hè, wat je wel of niet kan aanschrijven. Maar het gaat om je expressie. Hoe zie je op camera eruit? Hoe zit je? Het klinkt misschien stom, maar hoe ben je gekleed? Wat voor soort gesprek heb je? Hoe doe je tonality? Hoe kijk je in die camera? Kijk je de hele tijd weg? Of kijk je chagrijnig? Soms zijn mensen echt totaal niet bewust van hun gezichtsexpressie. Ja. Omdat ze niet gewend zijn om face-to-face met mensen te zitten. Klopt. Ja. Je mist ook heel vaak enthousiasme, vind ik. Ja. In een presentatie. Ja. Of dan nemen ze een webinar op om je te informeren over iets. Ja. En dan denk ik, heb je wel plezier in je werk? Ja, je hebt soms het idee, dat heb ik zelf ook. Hè? Als je voor een publiek van 500 man staat, nou, dan komt de adrenaline, die doet het werk wel. Ja. Maar als jij op zondagochtend voor je laptopje zit en iedereen slaapt nog en jij moet even enthousiast lopen doen, dat vind ik ook nog wel lastig. Het is eigenlijk hetzelfde wat je leert met bellen. Als je gaat bellen, dan zeggen ze ook, neem actieve houding aan, ga staan, hè? Pep jezelf even op. Ja. Dus hetzelfde met een webinar geven en een presentatie eigenlijk. Zeker, maar ook een demo geven. Ja, de basic skills die wij allemaal kennen, zeker vanuit de Veeman-tijd, die gelden hier ook voor eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ik had laatst Effie Scoeri aan de lijn van de Next Sales. Die doet de video, mensen trainen in video. Ja. Hij zegt, het gaat uiteindelijk om de mens zelf. Hij zegt, want een fool with a tool is still a fool. Ik zeg, want alle technieken zijn wel belangrijk, maar je moet er eigenlijk nog steeds een goede verkoper zijn. Ja. Daar komt het op neer. Ja, klopt. Ja, je skillset moet je wel laten evalueren. Ja. En als je kijkt hoe mensen die dat moeten doen, zeg maar. Mm-hmm. En dan heb je een presentatie die je geeft. Nou, dan sta je normaal voor een groep. Hè? Voor een directie te presenteren of voor een productteam of iets anders. En dan heb je een dynamiek. Je hebt een presentatie, heb je allemaal ingeslepen. En dan doe je een paar handbewegingen. Ja. En dan ben je lichamelijk eigenlijk bezig. Mm-hmm. En nu zit je op een stoel. Ja. Met een camera. Ja. Het is heel tweedimensionaal en heel plat allemaal. Ja. En dan moet je dus je presentatie die je normaliter had, die moet je levendiger maken. Dus dat betekent dus dat je veel selectiever moet zijn in de slides die je gaat tonen. De behoefte van die klant is. Dus je voorbereiding moet al heel anders zijn. Je moet echt gaan kijken naar die dynamiek. Hoe trek ik die mensen in die presentatie? Hoe laat ik ze zelf ook dingen discoveren in die presentatie? Zodat we in plaats van dat ik alleen maar aan het zenden ben, dat zij ook daadwerkelijk iets aan het mee contributen, zeg maar, in die presentatie. Ja. En dat je eigenlijk een meer soort online brainstorm van maakt met die klant. Ja. Zodat ze de solution gaan zelf discoveren. Okay. Ja. Dus Martijn, wat kun jij hier inspirerend over vertellen? Dankjewel. En dankjewel, want volgens mij heb je nu eigenlijk al een korte les gegeven over hoe je online sales doet. Dus dit is gratis coaching via Salesbasis. Dankjewel. Ja. Wat is jouw website? Salesmentor.nl. Salesmentor.nl, dankjewel. En dan gaan we nog even naar Judith voor het laatste rondje.
Wat wil jij nog kwijt aan de luisteraar? En over dit gesprek misschien wel? Nou, ik vond één vraag die je in de voorbereidingsapp had rondgestuurd, die vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ja. En dat was, wat bindt sales? Wat is een gemeenschappelijke... Ja. En dat was ik eigenlijk wel niet wel naar. Van waarom stelde je die vraag? Of waar... Nou, kijk, als jij wilt kijk, ik verkoop één op één. Maar als je wilt verkopen aan een hele aan de crowd, zeg maar, selling to the crowd, dan ben je op zoek naar de emotionele trigger. Precies. Van een heleboel mensen tegelijkertijd. Dat was de achtergrond van die vraag. Kijk, van waar zou je nou mensen echt. Waar zit iedereen mee of zo? Dat is misschien wel een mooie afronding. Waar denk je waar elke salesman of vrouw mee zit? Targetdruk, activiteitsdruk. Ik denk dat dat altijd de gemeenschappelijke dingen zijn die iedereen heeft. Hè? Resultaat. Dat denk resultaat. Ik ook. Resultaat. Ja. En de psychologie rondom daarmee om te gaan. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat daar altijd een dat is een heel boeiend onderwerp. Mooi. Precies. Ja. Mooi. Oké. Okay, mooi. Dankjewel. Is dat antwoord op je vraag? Ja, zeker. Ja, het is goed, hoor. Het is inderdaad waar. Je bent op zoek naar een gemeenschappelijke, hoe zeg je dat? Zen-moment van, oké, waar kunnen we elkaar allemaal vinden? Ja. En uiteindelijk willen we allemaal gelukkig worden. En dat doe je, dan zit je in sales om resultaten boeken. Want dat betekent ook baanveiligheid uiteindelijk. Ja, klopt. Als jij je targets niet meer haalt, dan duurt het niet zo heel lang vaak voordat je een boeiend gesprek krijgt met de man op de hoogste verdieping. Mooi. Nou ja, en als... jullie daar dan bij kunnen helpen om dat te realiseren? Ja, dat wil ik ook. Mijn missie is altijd geweest verkopers gelukkig maken. Heel simpel. Maar de vraag is dan, hoe maak je ze gelukkig? Ja. En als je ze daarin kunt helpen met het behouden van hun baan en het binnenhalen van de klanten waar ze gelukkig van worden en waar ze blij mee zijn. En dat hun baas tevreden is en dat mensen respect voor ze hebben. Ja, dat is wel de basis. Nou, vandaar dit gesprek. Mooi. Dankjewel voor je bijdrage, Judith. Alsjeblieft. Hoe kunnen mensen contact met jou opnemen? Nou, via LinkedIn uiteraard. En mocht je meer willen weten over Type 2 Solutions, dan kan je naar t2s.nl gaan. t2s.nl. Dank jullie wel. Ja, jou bedankt voor de invite. En, ja, superleuk. Leuk gesprek. Ja, het kan tegenvallen en het kan meevallen. Nou, ik vond meevallen. Ik vond het erg leuk. Gelukkig. Dankjewel. Ik heb genoten van dit interview. Maar ik wil ook graag weten wat jij ervan vindt. En dat kun je me laten weten door een e-mail te sturen naar josef.stevens@salesbazen.com. En wil je in contact komen met de andere luisteraars van deze podcast? Meld je dan aan bij onze speciale WhatsApp-groep door een bericht te sturen naar 06-876-08-311. Trouwens, dat nummer kun je ook vinden op onze website salesbazen.com. In het dagelijks leven geef ik sales training en geef ik advies aan salesorganisaties. Ik ben niet op zoek naar klanten, maar ik ben altijd op zoek naar sales teams met problemen. En alle vrije tijd besteed ik aan het laten groeien van de salesbazen community. Jij kunt me daarbij helpen door deze aflevering door te sturen naar je collega's of te posten op je social media. Laat snel wat van je horen, want wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Maak er een mooie dag van en we spreken elkaar bij de volgende podcast van Salesbazen.